Zorggroep De Laren heeft 5 particuliere zorgvilla's door het hele land. Waar we ouderen een onbezorgde oude dag willen leveren. En als ze zorg nodig hebben, leveren we die ook. Villa Hamer is zo'n zorgvilla met 21 appartementen waar men kan komen wonen. Ook als echtpaar kunnen ze komen wonen bij ons. Ik ben hier komen wonen eigenlijk omdat ik totale verzorging nodig had. Ik kan niet meer voor het aanrecht staan, ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer. Het lijkt heel wat, maar het is niet veel. Het gemak van Villa Hamer is dat je verzorgd wordt. En als je zorg nodig hebt, echt goede zorg, dan ben je hier aan het juiste adres. Mevrouw Dop is een dame van 95 jaar die hier is komen wonen in oktober vorig jaar. Oorspronkelijk komt ze uit Zutphen. En ze is in Woerden gaan wonen en vanuit Woerden heeft ze Villa Hamer helemaal zelf uitgezocht op internet. Volgens mij vindt ze het erg mooi en erg fijn. Uiterst aangenaam moet ik eerlijk zeggen. Het heeft een beetje overwinning gekost, maar uiteindelijk ben ik toch door de bocht gegaan en heb gedacht, ik ben zo oud, ik moet iets. We hebben hier een kok, een dieetkok. Die maakt elke dag een maaltijd klaar. Er is geen keuzemenu. Hij verzint het menu. Hij houdt rekening met allergieën, met voorkeuren, afkeuren en hij kent ze ook allemaal. En als mensen tijdens de lunch het over kreeft hebben en denken van nou ik wil weer eens een keer kreeft, dan staat er de volgende dag kreeft op het menu. Er zijn altijd wel eens momenten dat je denkt, god, ik zou wel zus of zo. Dan bel je eventjes, we hebben zo'n speciaal telefoontje. En voor de rest wordt ook je hele appartement altijd schoongehouden. Je hoeft eigenlijk zelf hier totaal niets meer te doen. We hebben nog een aantal appartementen leegstaan. Die kunnen mensen komen huren. Ze kunnen ons vinden op internet www.zorggroepdelaren.nl. We hebben een Facebookpagina van Villa Hamer en ze kunnen ons natuurlijk ook altijd bellen. En eigenlijk is iedereen gewoon welkom om een kopje koffie te komen drinken en de sfeer te komen proeven. Met de mannen? Al aangenaamst. Ik heb pas een heel groot compliment met een andere dame gekregen van een van de oudere heren. En toen zegt deze meneer, die zegt, goh, zien jullie er best nog leuk uit. En we voelen ons toch zo verschrikkelijk gepaard.